laatste aan het begin van deel 2, 11 minuten over 7, Miss Jackson. En van Miss Jackson verkassen we zometeen richting Mr. Jackson, Michael en de remix van You Rock My World. Straks nog een overzicht van de nummers 10 tot en met 1 van de Fresh 40, de 3FM Dancecracker van Kings of Tomorrow. Die plaat heet Finally en is afgelopen vrijdag gekozen door Joost van Bellen. En morgenavond is het de beurt aan Ronald Molendijk en zijn Soulvation. Een nieuwe procedure waarbij varkenscellen worden ingespoten bij mensen heeft voormalig Superman-acteur Christopher Reeve weer hoop gegeven dat hij ooit wel zal lopen. Er wordt nu geëxperimenteerd met 6 mensen. Als deze proeven succesvol zijn, is Reeve eerste kandidaat voor het inspuiten van de varkenscellen in zijn ruggengraat. En Fox TV heeft een aantal onbekende acteurs aangenomen voor een vervolg op de succesvolle comedyserie That 70s Show. De spin-off, zoals dat in vaktermen heet, krijgt 80's als titel en speelt zich in zijn geheel af in de jaren 80. Lijkt me logisch. En tot slot Elton John. Hij heeft een reclamedeal gesloten voor de komende decembermaand. Hij wordt woordvoerder van de Koninklijke Post. De Royal Mail is begonnen met een speciale internetservice en om die goed op te starten hebben ze de hulp ingeroepen van Sir Elton John. Shoppen op internet, dat moet levensgevaarlijk zijn voor iemand die zo van shoppen houdt als Elton John zelf. Hij geeft alleen al aan bloemen iedere maand £150.000 uit. Ik vergiste me 0. Het was £15.000, maar dat weet niemand. Dus...